Toen ik bij Glory binnenkwam, toen was ik eigenlijk 18 jaar. 18 jaar geleden kwam ik de organisatie binnen. You are looking at the youngest ever signee of Glory Kickboxing, Tyjani Beztati. Turned pro at the age of 17. He is now just 19. Vol stadion, Oberhausen. Ja, het was geweldig, maar onbeschrijfelijk gevoel. Out of Morocco by way of the Netherlands. Here is Tyjani Beztati. Ik kom natuurlijk voor Marokko uit. Nou ja, er staat alleen maar Marokkanen daar in de zaal. Dus ja, toen ze de vlag zagen, toen ik opkwam, ja, dat gevoel is... daar doe je het ook wel een beetje voor, hè? Voor al die steun, support. Al die mensen die achter je staan. En die je eigenlijk die waardering geven die je verdient. En ja, dat was mooi. Ik vocht toen in Brussel, Glory. Won ik op technisch knockout in de eerste ronde. Daarna vocht ik op Glory in Den Bosch, waar Robin van Rosmalen tegen Patch vocht. Dat was een mooi event in Den Bosch. Daar vocht ik. Ik denk dat dat misschien ook wel één van mijn favoriete wedstrijden is in Glory. Het was tegen Yusuf Azuik. Dat was een jongen die toen op de ranking stond. Volgens mij stond hij 7e of zo. Ik stond toen nog niet op de ranking. Lange jongen. Moest een test voor mij zijn. Iemand die echt kwam om te knokken. En ik zeg je ook heel eerlijk, was ook echt een jongen die gewoon lange jongen, harde jongen, iemand die ook echt kwam om te knokken. En ik denk dat ook de wedstrijd mooi maakte, zeg maar. It takes two to tango. En hij was echt een waardige tegenstander, maar die het beste in mij naar boven haalde eigenlijk. De wedstrijd begon. Hij maakte een trap. Ik ontweek hem. En hij kwam terug met een spinning backfist, waardoor ik eigenlijk in de eerste 8 tot 10 seconden 8 tellen kreeg. Ik was op dat moment echt best wel fit. Ik stond op, keek een beetje om me heen en ik herstelde eigenlijk best wel snel van die 8 tellen. En eigenlijk toen in diezelfde eerste ronde zag ik een gaatje en moest hij eraan geloven. Toen gaf ik hem rechts direct volgens mij naar het lichaam, in de linkerhoek. Toen ging hij zitten, kreeg je 8 tellen. En toen wist ik van oké, we zijn er weer in de wedstrijd, we zijn er weer. En ja, toen in de tweede ronde gaf ik hem ook weer 8 tellen. Door middel van een bokscombinatie. Maakte ik volgens mij overstap, rechterhoek. Volgens mij linker direct. Ja, in ieder geval was een mooie bokscombinatie. En toen wist ik van deze wedstrijd heb ik ook in mijn zak. Dus, het was een mooie wedstrijd, het was een mooie wedstrijd. Het was volgens mij ook een kandidaat van Fight of the Year of iets. Dus ja, dat was mooi. Ik ging toevallig, die zomer ging ik naar Thailand op vakantie. En toen kreeg ik een belletje van mijn management van... ja, je vecht tegen een Thai na de zomer. Het was tegen Sitthichai. Zo'n jongen die 4e stond volgens mij op de ranking. En was ook nog eens in Amsterdam. In mijn thuisbasis, geboortestad, waar ik vandaan kom. Dus dat was mooi, om het voor eigen publiek te doen. Sporthallen Zuid was dat, mooie locatie. En toen eigenlijk, ja, die wedstrijd won ik ook eigenlijk... ja, gewoon zoals het moest, gewoon vanuit het boekje eigenlijk. Ik heb toen gewoon gedaan wat ik moest doen, huishouden. Zoals we dat altijd doen. En, ja, die won ik ook eigenlijk. En toen stond ik opeens 4e of 3e, 4e. Je bent nu ready voor een... Want toen deed Glory dat nog. Kwalificatietoernooien om voor de belt te mogen vechten. En toen vocht ik een 4-manstoernooi in december. Waarbij ik in de eerste ronde tegen Niklas Larsen vocht. En, iemand uit Denemarken ook, een jongen uit Denemarken. Die ook best wel wat namen verslagen had. Ook weer een goede test voor mij geweest. En die won ik in de eerste, in de halve finale. Waarbij ik dan wel mijn voet brak. Want ik trapte volgens mij een low kick en die blokte hij best wel goed. Dus ik brak toen mijn voet. Waar ik eigenlijk in die hele wedstrijd niks van gemerkt had. Maar als je dan tussen de wedstrijden door moet rusten... ja, dan koel je af. En aan dat begin, dan beginnen de blessures op te komen. En ja, toen Stoyan Koprivlenski. Die won eigenlijk zijn partij in de eerste ronde, volgens mij op een hoge trap. Especially both guys. And there's the high kick again, and he may be out cold. What a shot from Stoyan Koprivlenski. En toen stond ik tegen Stoyan in de finale. Het was een mooie pot van beide kanten. Het ging eigenlijk echt over en weer, constant. Maar ja, in de eerste ronde liep ik dan een 8-tel op. En het was eigenlijk een domme fout die ik al een keer eerder had gemaakt in een wedstrijd. En die ik nu overigens nooit meer zal maken. Ja, eigenlijk een hele domme fout die me eigenlijk de wedstrijd kostte. En waarbij ik eigenlijk de eerste keer verloor van Stoyan. En dat was ook volgens mij mijn eerste verliespartij in Glory. Ja. Ik kreeg eventjes een tussenpartij om weer even terug te komen natuurlijk. Weer even het gevoel te hebben. En die won ik toen op knockout. Hoge trap. Tegen de Turkse jongen. Ja, yeah, dat speed on the inside. Speaking of quick, what a headshot from Beztati. 5. And it's over. Capri has no idea where he is. Tyjani Beztati with a massive knockout here in Rotterdam. En toen kreeg ik een belletje of ik wou vechten tegen de kampioen in Lille. In Frankrijk, tegen Sitthichai was dat. En eigenlijk, ja, voordat de telefoon ging, had ik eigenlijk al ja gezegd. Zo kan je het wel zien. Sitthichai was een onbetwiste kampioen, natuurlijk, in Glory. En daarvoor had hij ook al een hele mooie cv eigenlijk. Ik bedoel... ja, hij heeft tegen alle grote namen gestaan, van alle grote namen gewonnen. Ja, gewoon eigenlijk echt een ware kampioen. En ik respecteerde hem ook. Heel erg. En dat zag je waarschijnlijk ook een beetje terug in de wedstrijd. Dat is misschien ook waarom ik de wedstrijd verloor toen. Dat ik misschien iets te veel respect nog toonde. Want er waren momenten in het gevecht waarbij ik geen respect toonde en ik er toen echt overheen ging. Ik won de eerste 2 rondes van het gevecht, won ik nog. Maar dat zijn allemaal dingen, een mooie ervaring in het leven om je te testen, om uiteindelijk ruggengraat op te bouwen. Snap je? Ik bedoel, als je dat soort dingen niet meemaakt in het leven, als je dat soort dingen niet doet in het leven, in het diepe springt af en toe en gewoon voor de kansen gaan die op je pad komen. Ja, dan ga je niks bereiken in het leven, snap je? En dat is hoe ik er op dat moment in stond. Ja, wat ik zeg, het is gewoon ook weer een mooie ervaring wat ik meeneem in mijn rugzak eigenlijk. Ja. Toen ik op vakantie was, belde mijn management weer. Die zei van, hey, we gaan naar de Johan Cruijff Arena, Amsterdam. En we willen je daar hebben tegen Chris Baaien. Nou ja, Chris die ken ik. Hij is ook een jongen uit Amsterdam. Het was een beladen pot, want iedereen in Amsterdam die keek er naar uit. Dus ik vond het geweldig dat iedereen naar me toe kwam en iedereen die zei van hey, let's go, hè, kom op, wat een mooie wedstrijd. En sommigen die zeiden ook van ja, ik weet het niet hoor, of je dat gaat redden. Weet je, maar ja, ik heb ze iedereen het tegendeel bewezen die zo dacht. Uiteindelijk mocht ik in de Johan Cruijff Arena vechten. Supermooie locatie en ik hoop dat we dat nog een keer met Glory kunnen doen. Maar ja, dat was voor mij wel echt, echt een, ik denk misschien wel een droom die uitkwam om gewoon in je eigen stad, in de Johan Cruijff Arena te vechten. Ook nog eens tegen zo'n tegenstander, wat ik weer zeg, it takes two to tango en hij was ook degene die het gevecht bracht. En ja, ik was uiteindelijk de slimmere in het gevecht en ja, de betere in het gevecht. En ja, nu zijn we sparringspartners van elkaar. Zo kan het leven ook zijn, snap je? Het was tegen Mike's gym toen, want toen zat hij nog bij Mike. En toen kreeg ik daarna weer een partij tegen Mike. Het was een rematch van mij tegen Stoyan. En was in Ahoy. Was een 8-mans heavyweight toernooi, waar Jamal Ben Sadiq won. En toen volgde ik tegen Stoyan. En ja, toen heb ik eigenlijk gewoon laten zien dat ik klasse apart ben, vergeleken met hem. ja, daar heb ik gewoon wel laten zien dat de eerste wedstrijd dat die massa had. Maar ja, weet je, we zeggen altijd geen excuses in de wedstrijden. En als je verliest, verlies je. En als je wint, win je. Maar ja, daar heb ik wel laten zien dat het even een andere koek is wanneer ik 100% fit ben. En wanneer ik gewoon ready ben om voor whatever, zeg maar. Dus die wedstrijd won ik van Stoyan en toen stond het 1-1. Daarna was er een andere jongen met een hele grote mond, George Johnson. En ja, die zou mij handelen, die vond mij nog een broekie in de divisie, die vond mij nog dit, dat, een klein kind, bla bla bla. Een grote bek van tevoren en daarna... ja, toen was de partij daar en toen liet ik hem ook even zien dat het anders was. En dan ook Jauncey kon ik afvinken van mijn lijstje. Daarna had ik me eigenlijk mezelf weer letterlijk in de kijker gevochten om voor een wereldtitel te vechten. En dit keer tegen Mark Grigorian. Ja, hij had Sitthichai ontroond. Ja, toen mocht ik het eigenlijk tegen hem opnemen. En, ja, ook eigenlijk alles uit de kast gehaald in de voorbereiding om van hem te winnen. En ook daar weer, het was mijn tweede keer dat ik dan 5 rondes vocht, ook daar weer won ik de eerste 2 rondes. En daarna, ja, kreeg ik een soort van blackout of iets, of ik weet niet wat er gebeurde, maar vanaf de 3e ronde, zeg maar, raakte ik het een beetje kwijt. Begon hij ook de druk op te voeren en was hij gewoon de betere vechter aan het einde van de partij. In de 5e ronde waren er nog wat momenten waarbij ik eigenlijk alles een beetje uit de kast had gehad om de partij nog naar me toe te trekken. Maar ja, ook daar kwam ik dan tekort. Van die wedstrijd was ik wel echt kapot. Van die wedstrijd heb ik achteraf ook gezegd van nee, is klaar man, kap ermee. Omdat in mijn hoofd had ik de wedstrijd al gewonnen. In mijn hoofd dacht ik van, ik heb nu een tweede keer een kans gekregen om voor de wereldtitel te vechten. En dan pak ik hem niet. Snap je? Het was meer een soort van falen naar mezelf toe. Een soort van mezelf teleurgesteld. Dus toen dacht ik van, ik ben er klaar mee. Weet je, misschien is dat toch niks voor mij, snap je? En dat was eigenlijk mijn eerste reactie na de wedstrijd. Wanneer je nog emotioneel bent, wanneer je nog ja, helemaal erin zit eigenlijk. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, het is wel prima zo man, weet je. Als ik voor de tweede keer de kans krijg, dan moet ik hem gewoon pakken. Zo dacht ik. Ja, en toen eigenlijk ja, ben ik toen ook even op vakantie gegaan. Toen ik terugkwam van vakantie, ben ik eigenlijk meteen de sportschool ingedoken en eigenlijk met het doel om gewoon de 3e keer wel die titel te papakken. Dus ze zeggen, ja, 3 keer is scheepsrecht. Follow the glory rules, oké? Okay? Good luck and stand back. Gashi stond 1, ik stond 2 en toen werden wij gematcht om voor de vakante wereldtitel te vechten. Ja, het was een hele zware voorbereiding. Omdat ik in mijn voorbereiding kreeg ik ook te horen dat mijn moeder borstkanker kreeg. Of borstkanker had, lymfeklierkanker. Dus mijn voorbereiding die bestond eigenlijk uit... Ja, iedereen kent het verhaal, maar die bestond eigenlijk uit haar brengen naar het ziekenhuis. Ik naar de training om me voor te bereiden op mijn wereldtitel. Haar daarna weer ophalen van de chemo. En zo ging het eigenlijk dag in dag uit, mijn hele voorbereiding. Dus ja, ik heb daar ook wel mijn kracht uit gehaald. Ja, uiteindelijk viel alles mooi op zijn plek, viel alles mooi samen. Dat mijn moeder haar laatste bestraling had in de week van mijn wereldtitelgevecht. En dat ik mijn wereldtitel won eigenlijk voor haar. En dat viel allemaal mooi samen uiteindelijk, alhamdulillah. Zeggen we altijd. En ja, dat was een mooi moment, een mooie kers op de taart eigenlijk. Ja. New lightweight champion of the world, Tyjani Beztati. George Johnson was de eerste, die wou het nog een keer proberen. Die had weer een grote bek, die had weer een heleboel te vertellen. En ja, toen stond hij op mijn bord. En toen heb ik hem opgegeten. En ik zei het ook van tevoren, dat ik hem echt pak slaag zou geven. En, weet je, als ik uitgedaagd word, of als mensen mijn naam roepen, of als dat triggert mij heel erg. En dan ga ik 10 keer zo hard in de gym als dat ik waarschijnlijk normaal zou gaan, snap je? En ja, knockout, 2e ronde, 3 keer achtellen. En ik denk dat die eerste en die laatste knockdown nog wel het mooiste waren, ja. Tyjani Beztati! Gelderdom. Mooi event, mooie locatie. Ja, ook aan die partij, weet je, gaat er veel aan vooraf. We hebben eigenlijk een geschiedenis samen. Stond 1-1. Ja, die wedstrijd wil je gewoon... ja, winnend afsluiten, je wil met je belt terug naar huis gaan. En het gaat nu ook echt ergens om, snap je? Het gaat nu gewoon om de wereldtitel. En op dat event waren er ook weer superveel Marokkanen eigenlijk, superveel support. En dat is eigenlijk het eerste event waarbij ik echt voelde van, hé, ja man, ze staan achter me, snap je? Kwam ook natuurlijk omdat er een Marokkaans main event was. Maar ja, als ze die vlag zien, staan ze ook 100% achter jou, snap je? Dus ja, dat was mooi, dat was mooi. Ja, de eerste 3 rondes die won ik heel overtuigend. 4e ronde die was voor Stoyan, daar ben ik heel eerlijk in. Die trok hij gewoon goed naar zich toe. En de 5e ronde kwam ik gewoon weer terug en wist de wedstrijd zo naar me toe te trekken. En ja, uiteindelijk een mooi gevecht voor het publiek, een mooi gevecht voor mij, een mooie ervaring. En ja, dat was wel een van mijn wedstrijden waarbij ik gewoon dacht van oké, weet je, ik moest diep gaan. Maar ook dat kan ik, daar kan ik mezelf in terugvinden en ook daar kan ik mezelf laten zien. Toen stond het 2-1 voor mij. Ja, toen was het champ versus champ. Patch. Die wou het even proberen in het lichtgewicht. Die kwam omhoog. Maar ja, ook daar, ook mijn hele voorbereiding, weet je, ook mensen die vooraf al zeiden van ja, die gaat je kapot trappen, die dit, die dat, die... gaat je alle hoeken van de ring laten zien. Ja, dit is van een andere koek. Patch dit, patch dat. Patch werd even gepatcht. Ja, ik bedoel, ik geloofde er vanaf moment 1 in van dat ik ook van hem zou winnen, snap je? Mijn hele team geloofde daarin, iedereen om mij heen geloofde daarin. Dus ja, ook Patch moest eraan geloven. 4e ronde, diep naar het lichaam. En ook zitten, niet meer opstaan. En ja, dat was Patch. En toen kreeg je de Japanse kampioen, weer champ versus champ. Ja, weer champ versus champ, Kaito. Ook hij moest mij verslaan, snap je? Ook hij was degene die, voor wie ik moest oppassen. En noem maar op, hij had van Stoyan gewonnen in Japan. Ja... Maar ook daar weer, weet je, wat jij net eigenlijk al aangaf, die aura om mij heen, die groeit en groeit en groeit en die groeit met de partij. Snap je? Ik geloof zo erg in mezelf. Ik doe er alles aan op de training. Ik zorg ervoor dat ik streng voor mezelf ben op de training. Mijn trainers die zorgen ervoor dat ze streng voor mij zijn op de training. We hebben zo'n goed team eigenlijk, waarbij we weten wanneer we moeten knallen, wanneer we moeten pieken, wanneer we moeten rusten. Snap je? Dus, ja... Ook daar, Kaito overklast eigenlijk en ja, laten zien dat ik klasse apart ben vergeleken met hem. Ja. Lightweight champion of the world, Tyjani Beztati. Ja, dat was eigenlijk mijn geschiedenis bij Glory. Dat is eigenlijk alles. Hoe ik me letterlijk eigenlijk naar dit moment heb toegevochten, geknokt. Al die jaren. Als jonge jongen. En nu is het tijd voor de toekomst. Trouwens, ik ben nog helemaal niet klaar, man. Tyjani is the next one. It will be excited matchup. It will be excited matchup. We're gonna do absolutely nothing, man. We will see. We're gonna do absolutely nothing. We will see, my friend. Old man. Hij is zeker een ervaren jongen. Vechter die ook grote namen verslagen heeft en grote namen gevochten heeft. Een oude rot in het vak, om het zo maar te noemen. En ja. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. En nu staat hij tegenover de huidige kampioen. Doordat het zeg maar iemand is die bepaalde namen verslagen heeft, geeft het mij een soort van extra motivatie om de rest van de wereld te laten zien van hé, ik ga deze man ook even een pak slaag geven. Ja. Je kan het nu zien dat ik een soort van eindbaas ben, hè, in de divisie. En, maar ja, wanneer ik van Kehl gewonnen heb, ben ik nog steeds de huidige Glory lichtgewichtkampioen. Dat zal ik ook blijven. Maar dan is het wel tijd om mezelf uit te dagen. En in life, you gotta dare to be great. En ja, het is tijd om voor mij dan gewichtsklasse omhoog te gaan. Om daar te laten zien wat ik kan. Welterweight champion of the world, Andy Samale. Ik heb er zin in deze nieuwe uitdaging, snap je? Maar ja, first things first, en dat is Enrico Kehl. Ik kijk nooit te ver naar voren.